Dit is het L1-nieuws van zaterdag 25 februari. Goedenavond. Iedere basisschool in Limburg krijgt de komende jaren te maken met krimp. Niet alleen in het zuiden van de provincie, maar ook in Noord-Limburg. Uit nieuwe cijfers blijkt dat het aantal basisschoolleerlingen de komende tijd zeer fors zal dalen. In de gemeente als Horst en de Maas komt dat hard aan, want daar was kort geleden nog sprake van groei. Hier op basisschool Onder de Wieken in Meterik ging het snel. Van dik 200 leerlingen naar 130 in 3 jaar tijd. De aantallen zullen nog verder dalen. De krimp in de gemeente Horst aan de Maas ontstond pas enkele jaren geleden. Een jaar of 3 geleden hadden we nog te maken met een lichte stijging. En die lichte stijging die is eigenlijk plotsklaps omgeslagen in een lichte daling naar een forse daling. En die forse daling is nu het aantal bereikt van ongeveer 150 kinderen per jaar. Dus een school per jaar. Nu zijn de speelplaatsen leeg vanwege de vakantie, maar is dit de toekomst of alleen maar een schrikbeeld? In Horst aan de Maas hoeven de komende jaren in ieder geval geen scholen te sluiten. Als je ziet naar de nieuwste prognoses, dan heb ik gezien dat uitgaat van een krimp van 16% ongeveer in de komende 5 jaar. Dan zitten we nog ver boven de opheffingsnorm voor alle scholen. De Algemene Onderwijsbond becijferde dat door de terugloop in 2015 600 Limburgse leraren minder nodig zijn. In Horst aan de Maas alleen al zijn dat 46 mensen. De vraag is altijd, wanneer ga je er echt mee beginnen? Wij denken dat we op tijd zijn begonnen. Achteraf hadden we misschien nog eerder deze signalen naar buiten moeten brengen. Want van welke prognoses ga je uit? De gemeente dacht met de bouw van nieuwe woningen de krimp tegen te gaan. Maar door de crisis gingen veel projecten niet door en bleken de cijfers niet realistisch. Nee, ze waren niet realistisch. Ik moet ook een beetje de hand in eigen boezem steken. Op het moment dat je een lichte groei kwam, kwamen ons die prognoses ook altijd wel goed uit. Want daarmee konden we wellicht ook een beetje groeien. Of we te lang ontkend hebben, weet ik niet. Ik denk wel dat we misschien iets te laat in de gaten hebben gehad hoe snel het zou gaan. We hebben natuurlijk allemaal gedacht dat de economische crisis kort zou duren en dat de woningbouw aan zou trekken en dat nieuwe wijken weer kinderrijke gezinnen zouden gaan lokken. En dat gaat allemaal wat langzamer. De banenreductie in Horst aan de Maas moet voor augustus 2014 gerealiseerd zijn. Tweede Kamerlid Frans Timmermans uit Heerlen stelt zich niet kandidaat voor het fractievoorzitterschap van de PvdA. Timmermans heeft wel interesse in de functie, maar hij vindt dat eerst duidelijk moet worden wie zijn e-mail over het functioneren van Job Cohen naar de pers lekte. Die mail was een van de oorzaken van het opstappen van Cohen als fractievoorzitter. Alleen als degene die zijn kritische e-mail aan de fractie liet lekken zich meldt, stelt Timmermans zich alsnog kandidaat. 4 champignonkwekers, onder wie 2 in Limburg, krijgen maandag als eerste het keurmerk Fair Produce. Dat moet garanderen dat de werknemers er eerlijk zijn behandeld. Het keurmerk geeft aan dat een onderneming daarin verder gaat dan Nederlandse wetten en regels voorschrijven. De paddenstoelensector heeft de stichting Fair Produce opgericht om verbetering te brengen in de arbeidsomstandigheden. Vooral in de champignonteelt is vaak sprake van misstanden en uitbuiting. De bekroonde Limburgse champignontelers komen uit de buurt van Weert en Roermond. Een café in Reuver was vanochtend het decor van een jassenruildag. Die was nodig omdat een aantal LVK-bezoekers na afloop van het evenement hun jas niet meer terug kon vinden. Na de finale van het LVK in Margraten gingen duizenden mensen tegelijk op zoek naar hun eigen jas. En dat leidde tot chaos. Dit is de jas die ik je mee terug heb gebracht. Heeft duidelijk hier een merk en op de mouw. Heeft je ook duidelijk een merk? Nou, datzelfde. Dat vindt u ook hier terug. Ja, dus alleen, dat was eigenlijk niet zo ingewikkeld? Nee, daarom zeg ik, dit is een makkelijk geval. Kijk naar die andere, dat zijn de moeilijke. Een paar mensen hadden geluk vandaag. Zij vonden hun jas terug die ze waren kwijtgeraakt na afloop van de LVK-finale. Maar anderen hadden pech. Nee, hij zit er niet bij, helaas. En nu? Ja, kijk wat we eventueel kunnen doen. Of de organisatie eventueel aansprakelijk stellen, maar... Ik ben bang dat het een verloren zaak is. Nee, absoluut niet. Weer dezelfde jas als eigenlijk wat op de site staan. Dus ik hoop dat iemand zo aardig is om toch mijn jas terug te brengen. Want ja, ik heb nog maar 1 andere en die is niet zo warm. Voor de organisatie blijft het een zwarte bladzijde. Ondanks de tweede jassenruildag zijn er nog steeds veel mensen teleurgesteld. Ja, helaas wel. Maar goed, meer kunnen we denk ik niet doen op dit moment. Er is een selectie in Margraat geweest. De dag na het LVK zijn daar 350, 400 jassen weggehaald al, teruggehaald, ook teruggebracht. Alleen hier wordt nog weinig teruggebracht.
In de chaos na de LVK-finale werden ook veel jassen van anderen meegenomen. Onder het motto beter een verkeerde jas dan geen jas. Ja goed, ik heb de jas die ik toch had meegenomen vanwege de kou wel weer mee teruggenomen. Dus hopelijk krijgt die eigenaar hem wel weer terug. Dus, ja. Maar ik heb hem! Heb ik ook eens in de keer gelukt. Heb ze hem? Ja. Nee. In totaal zijn er na vandaag zo'n 60 jassen die niet bij hun eigenaar zijn teruggekomen. Als het alleen om de jas gaat, om de lol, dan denk ik, oké, kijk, met carnaval gebeuren meer dingen. Ik ben zelf een echte carnavalist geweest vroeger. Nou, ik ben ook een zwart kwijt geweest, maar als je dan het gevoel hebt, het waren prachtige leuke dagen en dat was ook weer zo'n feest, dan denk ik, waar maken we ons druk om? Ja, en dan het weer. Daarvoor gaan we naar Thijs Zeelen. Ook op de lange termijn houden we relatief hoge temperaturen en dat betekent dat het Limburgse land verder fris groen gaat worden, dus dat ziet er allemaal gunstig uit. Het wordt niet zo zacht als in 1990. Toen hadden we op carnavalszaterdag 24 februari hier in Oost-Maarland een temperatuur van 20 graden. Enkele dagen later, op carnavalsmaandag, hadden we daar wel heel veel wind. En in heel Limburg werden toen de carnavalsoptochten afgelast. Veel wind, dat is de komende dagen niet te verwachten en ook niet veel regen. Dus dat ziet er allemaal gunstig uit. En het wordt ook niet erg koud en dat kan rond deze tijd nog wel behoorlijk zijn. Want in 1986, toen hadden we op 26 februari de Elfstedentocht. Ja, en de komende dagen, ook op de lange termijn, begin maart, een terugkeer van het winterweer van een vorstperiode. Ja, dat zit er niet in. Vandaag hadden we ook zacht weer met vanochtend nog veel bewolking. Was enigszins mistig. Vanmiddag hadden we mooie opklaringen, ook wolken. Bleef droog en het werd 9 à 10 graden. Ja, de meeste bewolking vandaag in het binnenland. En dat is een typisch verschijnsel van het prille voorjaar. Het land is dan warmer dan de zee. En u ziet hier mooi in wolkenstraten dat de bewolking in het binnenland ontstaat. Waar het dus warmer is dan hier aan de kust. Want daar hadden we een westelijke wind. En die koude zeelucht die komt dan ook het land op. Met daardoor minder bewolking. Mooi te zien op deze satellietfoto. We hadden dus te maken met een westelijke wind aan de noordzijde van dit hoge drukgebied. Dat blijft daar ook liggen. Dus dat betekent ook voor morgen een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Dat is ook het weerbeeld voor de komende nacht. Misschien een paar mistbanken of laaghangende bewolking. Dan gaan de plateaus toch wel op uitgebreide schaal mist krijgen. Temperaturen 0 tot 2 graden, fors aan de grond. Misschien lokaal gladheid, maar het zal in het algemeen wel meevallen. Ja, morgen verwacht ik net als vandaag dit weerbeeld. Wolkenvelden, een paar stapelwolken. En tussendoor opklaringen, misschien een lokale bui, maar verder is het droog. En net als vandaag 8 tot 10 graden, niet al te veel wind uit het noordwesten. Maandag en dinsdag hebben we tijdelijk meer bewolking. Kan er een beetje regen vallen, maar niet veel. Maximaal rond de 10 graden. En dan ziet het hier geen enkel zicht op nachtvorst. En woensdag en donderdag, dan wordt het weer droog. Met donderdag 1 maart, dan kan het zelfs bijna 15 graden worden. Dan hebben we vlugje lente. Zo dadelijk in L1 Sport, de overwinning van Fortuna Sittard op Volendam. De aantrekken van Rowan van Zanen bleek een gouden zet voor Fortuna. Want kijk naar deze prachtige treffer. Het levert de winst op voor de tweede keer op rij. Ja, zeker. Ik heb gehoord voordat het hier kwam dat ze moeite hadden met scoren. En het is nu mijn tweede wedstrijd. En ja, het is helemaal top als je gewoon als team zeg maar 7 keer scoort. Dat dus zometeen in L1 Sport, gepresenteerd door Helene Hendricks. En ik wens u nog een prettige avond. Thank you.